Roel Brouwers, van 2000 tot 2005 selectie van het eerste elftal voor Rode JC. 2005-2007 SC Paderborn. 2007-2016 Borussia Mönchengladbach. En uiteindelijk mijn carrière afgesloten bij Roda JC. Hallo Roel, hoi. Welkom. Ik ben benieuwd naar jouw shirtcollectie. Dus laat ze maar eens zien, zou ik zeggen. Ja, kom binnen. Ik heb ze een beetje uitgestald. Zo, dat zijn ook wel flink wat shirtjes met jouw imposante carrière. Ik denk dat we gewoon bij het begin gaan beginnen. Roda JC. Dat is meteen achter ons. In het hoekje, nummer 29. Ja, mijn eerste shirt als prof. Bij Roda. In dat seizoen kwam ik vanuit de jeugdopleiding bij de selectie en ik kreeg nummer 29 en een paar keer op de bank gezeten. Helaas niet mijn debuut gemaakt, ja. Maar wel een paar keer bij de selectie geweest. En zodoende zie je, dit is het tweede jaar, één nummertje opgeschoven van 29 naar 28. Helaas moet ik even denken, hier heb ik mijn debuut gemaakt in dit shirt. Ja. 1 minuut in Heerenveen. Dus dat is mijn debuutshirt. Trouwens, Heerenveen zeg je nu. Ik kan me herinneren dat je ook één keer hebt gescoord voor Roda JC. Ja. Volgens mij was dat ook tegen Heerenveen. Ja, klopt. Dat was niet bij mijn debuut. Dat zou natuurlijk nog mooier zijn geweest. Ja. Maar dat was volgens in dit shirt. Dat is het uitshirt van dat jaar. Ja. En hier heb ik de 4-3 in Heerenveen gemaakt. Volgens mij raakte ik nog net met mijn nopje aan. Vrije trap is van Dessel. Even kijken of de buitenspelval open gaat. Dat is niet het geval. Dan wordt die bal erin getild en die staat er! 3-4! Dat kan niet waar zijn. Wie is dat? Brouwers? Is die mee naar voren? En beslist die deze wedstrijd? De vrije trap van Dessel is lang onderweg. En Brouwers is uiteindelijk degene die Roda de 4-3 voorsprong bezorgt. En de overwinning. Ja, ik kreeg te horen dat ik geen basisplaats zou krijgen. En ja, ik vind op een leeftijd van 23 moet je voetballen. Dus toen heb ik ervoor gekozen om verhuurd te worden. Ja. En dat was aan Paderborn. Die waren net gepromoveerd naar de tweede Bundesliga. En die hadden een Nederlandse trainer, Jos Luhukay, okay. die mij kon. En die wilde me heel graag erbij hebben. En zodoende heb ik daar dat jaar in de tweede Bundesliga gespeeld. We zijn uiteindelijk volgens mij negende geworden. Dus een heel fantastisch seizoen gehad. En de club wilde mij graag houden en toen hebben ze me overgenomen voor Roda. Ik had dat seizoen inderdaad de mogelijkheid om, om naar een andere club te gaan. En Jos Luhukay was inmiddels van Paderborn naar Mönchengladbach gegaan. En die wilden mij heel... Ja, Gladbach was gedegradeerd, dus die kwamen in de tweede Bundesliga te voetballen. En de trainer wilde graag spelers halen die ook bekend waren met de tweede Bundesliga. En ik had er al 2 jaar in gespeeld, dus... Hij wilde me heel graag erbij hebben. Ja. En dan hoef je denk ik niet lang te denken als een club als Gladbach komt en jou graag wil hebben. Ik zie hier bijvoorbeeld Wiedert zu Hause. Toen ik de club was gedegradeerd, toen ben ik daarin gegaan. Dus ik begon bij Gladbach in de tweede Bundesliga. Dit was het wedstrijdshirt. Ja. Maar uiteindelijk werden we kampioen. En dan hebben ze altijd natuurlijk een mooi shirtje laten maken. Wat jullie na de wedstrijd meteen aantrekken. Je ziet seizoen 7-8. Wiedert zu Hause. Weer daar waar we horen te zijn. Ja. Dus dat zijn wel mooie aandenkens. Het was eigenlijk ook een fantastisch seizoen. Het begon een beetje stroef, maar na 8 wedstrijden zijn we bovenaan gekomen. En dat hebben we niet meer uit handen gegeven. Ja. En zodoende ook de sprong naar de eerste Bundesliga gemaakt. Wat voor mij natuurlijk ook een mooie... springplank was vanuit 3 jaar tweede Bundesliga de stap naar de eerste te maken. En dit is het shirt van het eerste jaar in de Bundesliga. En het ging vrij goed met Gladbach, want ik geloof 2 seizoenen later, of 3 seizoenen later, bereikten jullie ook al voorronde Champions League? Of? Ja, ik geloof het eerste jaar in de eerste Bundesliga hebben we het moeilijk gehad, maar in... moet ik even denken. Het jaartal weet ik niet precies. Op een gegeven moment werden we 4e. En toen kwamen we in de voorronde Champions League.
waarbij we Dynamo Kiev loten. En ja, dat was van degene die we konden loten ook niet de moeilijkste, ja. Dus daar hadden we een beetje pech. Ja, en dit shirt, je ziet natuurlijk ook aan het Champions League logo, heb ik die voorronde gespeeld. Mm-hmm. Ik speelde de eerste wedstrijd heb ik op de bank gezeten, de tweede heb ik gespeeld in Kiev. We kwamen toen wel natuurlijk, omdat we de voorronde niet gehaald hebben, kwamen we daarna in de Europa League, waar we natuurlijk ook hele mooie jaren gehad hebben. En een paar jaar later zie je uiteindelijk dat we in de echte Champions League gekomen zijn. Toen werden we derde in de competitie en toen gingen we dus echt groepsfase Champions League spelen. En ik heb daar één wedstrijd gespeeld en dit is het shirt daarvan, uit in Sevilla. Dus een hele mooie belevenis om met de Champions League hymne het veld op te komen. Ik denk een jongensdroom voor elke voetballer en voor mij was het niet anders. En zeker op 33-jarige leeftijd, om dat dan nog mee te mogen maken. Dus dat was wel apart, ja. Jij groeide bij Gladbach uit tot een cultheld. Ik zie daar een shirtje hangen, daar staat een hele mooie tekst op. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, in het seizoen 2009-2010, toen maakte ik als centrale verdediger 8 doelpunten. Wat een behoorlijk aantal is voor een centrale verdediger. En bij elke corner die we kregen, scandeerde het publiek dan het lang getrokken roel. Dus de fanclub heeft dit shirt laten maken. Ja, ik was de enige speler in Gladbach die eigenlijk 2 shirts had. Eentje met dit erop en eentje met Brouwers dan achterop. Okay. Dus dat was wel apart. En dat was ook een hardloper in de fanshop? Of het een hardloper was, weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij toen, zeker in die tijd dat hij net uitkwam, dat hij wel een aantal keren verkocht is. Dus ik weet niet of het het topshirt was, maar ik weet wel dat hij een aantal keren verkocht is. En het is wel bijzonder, want ik was natuurlijk niet de speler waarvoor de mensen naar het stadion komen met de technische hoogstandjes. En als je dan toch uitgroeit tot een publiekslieveling en als enige speler nog een eigen shirt erbij hebt, dan doet dat natuurlijk wel iets met je. In Duitsland is het traditie dat ook bij competitiewedstrijden het shirtje wordt geruild? Ja, wel inderdaad meer dan in Nederland. Daar heb ik denk ik volop van geprofiteerd toen ik in Duitsland speelde met het ruilen. Ik heb denk vooral shirts geruild met spelers die ook in Nederland kwamen of een verleden hebben in Nederland. Ja. Deze is van Hertha BSC, die is van Kalou. Okay. Die bij Feyenoord gespeeld heeft, ik denk dat die wel bekend is. Een aantal van HSV zie ik. Ja, klopt. Die hebben natuurlijk een hele Nederlandse delegatie gehad. Dit is bijvoorbeeld van Matthijssen, Nigel de Jong. Deze is dan van Van der Vaart. Okay. Dus ik heb wel eigenlijk geprobeerd een beetje ook toch met de Nederlanders te ruilen. En meestal maak je na de wedstrijd nog wel een praatje als Nederlanders onder elkaar. Dus, Dan ben ik benieuwd welke je hebt van Bayern München. Denk Robben. Ja, dat ligt natuurlijk een beetje voor de hand als Nederlander. Ik heb Robben en Van Bommel. Dus kijk, deze is van Robben. Ja. En deze is van Mark van Bommel. Ja. Dan heb ik natuurlijk van Frank Ribéry. En inderdaad, in de Europa League heb ik redelijk nog wat shirtjes geruild. Hier is van Fenerbahçe, Dirk Kuyt. Ook geen verkeerd shirt? Nee, het is een mooi shirt. En ik weet, we speelden toen tegen de laatste wedstrijd van de poolfase van de Europa League. En we waren allebei al door. Dus Kuyt viel die wedstrijd in, omdat hun met een soort tweede elftal speelden, wij trouwens ook. Dus wat ik wel apart vind, waar ik helaas 90 minuten op de bank gezeten heb,
Maar ja, dat was ook in de Champions League tegen Manchester City. Met de Bruyne. Oké. Dus ja. Helaas, geruild, maar niet gespeeld. Helaas heb ik die wedstrijd niet gespeeld, maar de Bruyne heeft natuurlijk ook lang in Duitsland gespeeld bij Wolfsburg. En toen met Gladbach tegen Wolfsburg speelde, hebben we toevallig samen een dopingcontrole gehad. Dus dan zit je wel even samen in hetzelfde kamertje. Dan kun je wel een shirtje regelen. Ja, zeker, omdat we dezelfde taal natuurlijk ook spraken. En ja. Dat was wel even makkelijk. En ja, toen we dan het jaar daarna tegen Manchester City moesten en hij daar speelde, was natuurlijk, ik denk, dan ga ik even vragen of hij het shirtje wil ruilen. Ja, als we zo verder lopen, ik zie hier nog Lazio Roma. Ja, is de Europa League, tweede ronde. Hebben we tegen Lazio Roma gespeeld. De thuiswedstrijd heb ik gespeeld. Speelden we 3-3. Uit verloren we helaas met 2-0, dus toen waren we uitgeschakeld. Mm. Maar ja, Lazio Roma is natuurlijk ook wel een grote club in Europa. Dus ja, daar wilde ik ook wel heel graag een shirtje van hebben. Dus die heb ik na de wedstrijd geruild. En dan komen we, als we hier nog langs wat shirtjes uit de Duitse competitie lopen, ja, komen we opnieuw terecht bij deze. Ja. Ik denk dat dat verhaal bij iedereen nu wel bekend is, maar ja, wat is jouw verhaal? Hij hangt natuurlijk niet voor niks op het einde. Ja. Het was ook het einde van de carrière. Ik ben in Duitsland teruggekomen naar Roda, de club waar het voor mij allemaal begon. En in de hoop daar nog 1 of 2 mooie jaren te kunnen voetballen. Helaas is dat verhaal sneller afgelopen dan ik gehoopt had. Ja. En mede door fysieke klachten kon ik niemand dat brengen wat ik vind dat ik had moeten brengen. Mm. En dan heeft het weinig zin voor mij, maar ook voor de club en ook voor je medespelers om tegen beter weten in door te gaan. En toen heb ik na 3 maanden bij Roda besloten om definitief te stoppen met profvoetbal. En dat was natuurlijk niet het leukste einde van een carrière, maar ik denk, ja, misschien als je aan de shirtjes wel kan zien dat ik wel een hele mooie carrière gehad heb. Absoluut een mooie en imposante carrière. Ja, en daar ook absoluut heel erg trots op ben. Alleen ja, het einde had ik dan toch gehoopt op een mooier einde. Ja. Maar ja, allemaal denk ik, zeker met een speler met mijn kwaliteiten, denk ik dat ik misschien wel meer dan het maximale eruit gehaald heb. En daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Nou ja, ik vind persoonlijk, waar we net al even over gehad hebben, als ik 1 shirt uit ze allemaal moet eruit halen, ja, dan is het toch wel mijn eerste, even kijken of het in de mist, ja, mijn eerste Champions League wedstrijd. Ik heb bij Gladbach denk ik alles beleefd wat je maar kan beleven. Ik ben daar begonnen in de tweede Bundesliga. We zijn gepromoveerd naar de eerste Bundesliga. We hebben daar moeilijke jaren gehad. En dat je dan op 33-jarige leeftijd uiteindelijk nog in de Champions League mag debuteren, denk ik, dat is toch wel heel apart. Zou die nog passen, Roel? Ja, ik denk het wel. Ik ben nu iets meer dan 1 jaar geleden gestopt, maar ja, ik kan hem even proberen. Ja, zeker. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat hij nog past. Ik heb natuurlijk nu wel een dikke trui eronder, maar Hij past zeker nog. Ja. Nou, Roel, hartstikke bedankt dat wij jouw hele collectie mochten zien. En het gaat goed. Graag gedaan.